zaterdag 7 oktober. En we zitten in de auto onderweg naar de Grand Canyon. Want dat is alweer de volgende stop. Dunkin' Donuts! Alweer! Ik heb er wel genoeg van gehad. Nooit genoeg. En er gebeurt op deze weg iets bijzonders. Want we mogen 75 mijl per uur. Dat komt neer op ongeveer 120. Nou, dat hebben we nog niet gehad. Ja, alsof ze niet goed zijn geworden hier. Echt. Dat, ja. Maar we gaan dus eerst boodschappen doen. En dan gaan we richting ons hotel. Het is vanaf hier nog 3 kwartier. Dus nog een klein stukje. Vandaag ook weer weinig kilometertjes. Is ook wel lekker. Maar wel iets meer dan naar Las Vegas. Het is nu 2,5 uur of zo. In totaal is 2,5 uur. En we konden daar laat uitchecken. 12 uur pas. Oh, heerlijk was dat. Oh, nou. Dus wij gaan even boodschappen doen en dan gaan we weer op weg. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag 8 oktober en we zitten echt volop in de rol. En wij rijden nu in de Grand Canyon. We zijn net bij het Visitor Center geweest en hebben even een kaart en informatie opgedaan wat we de komende dagen hier gaan doen. En we gaan nu langs Desert View Drive. Gaan we overheen rijden met allemaal mooie uitzichtpunten onderweg. En aan het einde staat nog een Desert View Watchtower. Dat zou dan weer wat hoger moeten zijn met mooie rivieruitzichtpunten. Ja. Als we die vrouw moeten geloven. Ik geloof er wel. Ja, wel. Dat was een hele aardige vrouw. Dat was heel leuk. Dus ik geloof dat ze ook letterlijk ieder punt in het park ook weer heeft gezien. Ja. Waarschijnlijk meerdere keer. Dus ze heeft vandaag van alles aangekruist voor ons wat we de komende dagen nog gaan doen. Vandaag zijn we dus bij de South Rim. En morgen gaan we hier dus kijk. Weer naartoe. Ah! Er loopt hier een soort van bisonachtig iets. Een bisonachtig iets? Ik weet niet wat het is. Kijk. Hi, maat. Ik weet niet of ze hem hebben gezien. Oh, het is meer een eland. Maak een foto. Niet met zijn hoofd naar binnen. Alsjeblieft niet met zijn hoofd naar binnen. Heb je hem? Ja. Wat? Kijk, daar gaan wij. Hier. Hier. Even een kleine eland onderbreking. We zijn nu dus geen enkel dier gezien in het Nationaal Park. Dus hey. Behalve vogels. We zijn dus vandaag bij de South Rim. Morgen gaan we hier weer naartoe. En donderdag gaan we dan naar de West Rim. Want daar zijn ook nog mooie uitzichtpunten. En er wordt weer gestopt. Skywalk. En er wordt weer gestopt, want er steekt er eentje over. Twee. Ze staan langs. Oh, kijk hier dan. Ik ga voor de 20 kilometer. Oké, dan zijn we wel pas om 9 uur thuis, denk ik. Maakt niet uit, we gaan voor de 20 kilometer.
neem je eerst de shuttle naar het eindpunt, naar Hermit's Rest. En dan vandaar vandaan gaan we zeg maar teruglopen. En we kunnen dus altijd tussendoor op de shuttle stappen. Het is namelijk 20,6 kilometer terug. Ja. Dus we gaan het zien. En als er tijd is gaan we ook nog even in de village kijken. Waar ook sowieso de shuttle doorheen gaat. En misschien nog naar Yaki Point. Met de shuttle. Het is allemaal alsof we tijd hebben. Maar dat is eventjes kijken of we inderdaad tijd hebben. En we zijn hier nog 2 dagen. Waar we sowieso ook naar de westkant willen. En verder gaan we nog even kijken hoe we het indelen. Ja. We zijn... Op zich vind ik dat eigenlijk, ja, behalve dat het irritant is met je haar, vind ik het niet heel erg, want het is warm. Wel inderdaad minder warm. Nou is de temperatuur 22, 21 graden, dus op zich is dat sowieso wel te doen. Maar toch, het windje is wel lekker chante wandelen met. Yep, nou nog 18 kilometer, want volgens deze gingen we de 20 halen. Maar we wilden ook weer redelijk op tijd naar huis, dus ik denk dat we de 20 niet gaan halen. Maar we kunnen altijd blijven hopen en dromen. We moeten alleen wel minstens 15 kilometer per uur lopen ongeveer. En geen foto's meer maken. Dus ik denk dat we het gaan halen. Nou, ik denk dat het een beetje overdreven is. Maar we gaan het zien. Ondertussen al 11 uur 's avonds of zo. Ja, geweest. Geweest. Dus wij gaan zo slapen. Maar we wilden even laten weten hoe de hike was vandaag. Het was vooral heel mooi. Ja, en diep. En hoog. En, maar wel heel erg mooi. Ja. En er was bij mij een kleine verwarring. Want ik dacht dat je vanaf Hermit's Rest, dat zeg maar het eindpunt waar je met de bus heen gaat. De shuttle. Naar Grand Canyon Village, dat 20 kilometer was. Maar dat moet je dus nog helemaal door de village. Naar de Visitor Center. Naar, via Yaki Point zelfs een stukje volgens mij. Nee, die ligt aan de andere kant van het Visitor Center. Helemaal naar het Visitor Center. En dan is het 20 kilometer lopen. En ik dacht dat alleen het stuk was van Hermit's Rest naar de village. Uiteindelijk dus, hebben we het ook niet allemaal gelopen. Eigenlijk had ik nooit de intentie om 20 kilometer te lopen. Want ik wilde gewoon van Hermit's Rest naar de village lopen. We hebben uiteindelijk volgens mijn Fitbit... Kijk, 10 kilometer zegt hij. Maar volgens mij is het 10,9 zelfs. 10 over de hele dag. En volgens mij was het dat stuk South Rim Trail... Was volgens mij 7,7. Ja, uiteindelijk wel, geloof ik. Dus nog... Maar het gaat wel op en neer. En langs de... Klifranden. Langs de klifranden. Dus het was een hele mooie hike. En uiteindelijk nog best een stuk. Ja. En nu gaan we samen. En morgen gaan we naar de West Rim. Ja. Waar 3 uitzichtpunten zijn. Waar we naartoe gaan, als het goed is. Ja. Dus waarschijnlijk hoeven we morgen minder te wandelen. Maar nog wel 10.000 stappen. Dat altijd. We doen ons best. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 10 oktober. En wij zijn onderweg naar Meteor Crater. Vlakbij. Het is ondertussen eigenlijk gewoon 2 uur en een kwartier rijden. Maar ja, alles is 2 uur en een kwartier rijden. Dus hier zo ongeveer normaal. Ja. Dus heen. Gaan we naar een...
plek waar een meteor is ingeslagen 50.000 jaar geleden. Dat kan je je bijna niet voorstellen, hè? Nee. Het schijnt ook heel erg groot te zijn. Ja. Dus daar zijn we nu onderweg naartoe. En eigenlijk zouden we vandaag naar de West Rim gaan. Maar je moet daar weer kaartjes voor kopen voor bepaalde punten. En als je dat daar koopt, kost het $60 per persoon. En als je het online koopt, 44. Maar dat moet je een dag van tevoren doen. Ja. Dus dat gaan we vanavond dan doen. En dan gaan we daar morgen naartoe. Ja, en zeker we, aangezien we een beetje op het budget willen letten. Omdat Vegas... een beetje uit de pan is geschoten. Maar ja, hè? Je bent maar één keer Vegas. Wat hebben ze in Vegas? Ja. Deze Vegas. En we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Dus maar het scheelt dan weer dat we hier niet echt uit eten gaan. En dat we gewoon zelf voor eten zorgen. En dat is in Phoenix straks ook zo. Dat scheelt heel veel. Ja. Dus ja, zeker als we ook nog bepaalde andere dingen willen uitgeven. Hè, deze? Ja. Moeten we een klein beetje opletten. Maar zeker als we willen dat dat binnen het budget valt. Dat we voor deze reis hadden bedacht. Dat is wel het. Want wat hebben we nou uiteindelijk in Vegas? Hebben we bijna... Ja, hebben we 1,5 keer het weekbudget uitgegeven of zo. Oepsie. Het ging iets harder dan we dachten. Maar hey, we hebben mooie nagels. Die al een beetje beginnen... Bij mij zie je toch al een beetje naar randje te komen. Bij sommigen wel. Half naakte mannen gezien. Half naakte mannen gezien. Heel veel lekkere drankjes. Heel veel lekkere drankjes gedronken. Wat we eerlijk moeten zeggen, hebben de pappies ook wat gesponsord. En lekker gegeten. En lekker gegeten, alle dagen van de week. Dus, ja. En we moesten uit ontbijten, dat scheelt ook weer. Ja. Want daar hadden we geen ontbijt in het hotel. Net als dat we hier eigenlijk ontbijt zouden hebben, continentaal, krijg je dus gewoon een soort voucher van $5 per persoon voor het ontbijt. En de rest moet je dan dus gewoon nog bijbetalen. Maar koffie en thee bij elkaar kost dan $5. En het goedkoopste ontbijt dat er is, is geloof ik $6 of zo. Ja, en dan is dat dus voor één persoon. Dus nu nemen we gewoon iedere keer een ontbijt. Dat zo groot is dat je kan delen. Ja, en dan nog houden we over. Want ja, het is echt veel. Ja, ik kan me niet voorstellen... Iemand dat alleen op kan eten. Het kan wel, maar dan zit je toch zoveel dat je echt denkt... Nou, nu willen we dat niet meer eten. Dus wel goed voor het budget. Dat zeker. Nou ja, dus wij zijn onderweg. En ja, we zijn nog wel even onderweg. Moeten we nog... Zo, we hebben lekker gegeten en we zijn alweer dus een tijdje in het hotel. Maar we zijn vergeten om even smeerbeelden te maken bij de krater. Ja, dus vandaar dat we er foto's in hebben gezet, zodat jullie toch konden zien een beetje zien, een beeld hebben van wat we hebben gedaan. Ja, het lijkt alsof we niet zo heel veel doen. Oké, vandaag waren we ook wel vrij laat. Maar het is hier gewoon nog gauw 2 uur rijden en... We zijn toch op vakantie. Dus het moet ook een beetje chill. En ik ga er ook niet vanuit dat jullie 5 minuten lang naar een versneld beeld van onze hike willen kijken. Dus vandaag dat we zo een beetje de afwisseling erin houden. Ja. Wij gaan eventjes lekker. Wat dan? Joch doet lekker in bad. Ja. Ik blijf even lekker op bed hangen en dan gaan we straks slapen. Want morgen gaan we wel naar de West Rim. We hebben de kaartjes gekocht. Ja. En dan morgen dus wel weer op tijd opstaan en op pad. Maar het wordt geen 7:15. Wordt het wel? Nee. Ja, want we willen ook nog sporten morgenmiddag. Avond. Dus avond. Dus gaan we om 7:00 terug zijn, dan gaat het goed. We moeten eerder terug zijn. Oh, willen we nou weer een eerder terug zijn? Zie je het dan? Nou, drie keer niks. Dat vroeg opstaan. Moet je niet zo lang naar bad gaan? Hallo zeg, het is sowieso te vroeg. Het is 7:15 dan. Nee, voordat we eruit zijn is het 7:45. Daarom. Ja. Goedemorgen. Het is vrijdag 11 oktober. En onze laatste dag in de Grand Canyon. Yes. We zijn onderweg naar de westkant, naar de West Rim van de Grand Canyon. Waar we naar 3 uitzichtpunten gaan met de shuttlebus. Hetzelfde uitziet als aan de westkant.
natuurlijk geen mensen tegengekomen. Daarom. Misschien is het gewoon uitgespreider, omdat je ook Jackie Point hebt en soort